Wij zijn heel blij met het feit dat de wijk de entree, de nieuwe entree tot de stad wordt. En het wordt een hele leuke wijk die eigenlijk een beetje binnenstadachtig eruit ziet. Het water aan de binnenkant en een beetje stevige landen aan de buitenkant en de Schipholweg. Haarlem kenmerkt zich door een wat rustiger variant van Amsterdam. Maar we hebben het wel allemaal. Dus we hebben cultuur, we hebben bioscopen, we hebben winkelcentra, we hebben musea, we hebben van alles nog wat. En het is dus een prima woonmilieu. In deze wijk, waarin dus de infrastructuur heel dominant is, zou je kunnen zeggen, hebben we gezegd dat moeten we juist proberen om een hele huiselijke echt Haarlemse sfeer te maken. Aan de andere kant van dit blok ligt een hele grote waterpartij. En om die waterpartij heen staan straks allemaal woningen die volgens de stedelijke plan steeds meer individueel zijn. Dus wat we hebben geprobeerd te doen, is om op het water eigenlijk een sfeer te maken van een soort heel groot uitgegroot Haarlems Hof. Water in het midden en allemaal individuele woningen eromheen. En ik denk dat dat ook weer aanleiding geeft voor mensen in Haarlem om te zeggen van hey, dat is een plek waar we willen wonen. We waren op zoek naar nieuwbouw, ruimte, een beetje, ja, vooral meer ruimte voor de kinderen. Nou ja, eigenlijk gewoon de indeling van het huis is gewoon heel veel mee te doen. Vooral de breedte van het huis, dus 6 meter breed. De ligging ook pal aan de vijver die ze gaan realiseren. Nou, we kijken het meest uit naar de vrijheid die we straks hebben. Dat we lekker naar buiten kunnen, kinderen lekker naar buiten. Niet wachten tot het zomer wordt.